Goedemorgen. De was hangt alweer te wapperen bij menigeen. En wij zijn weer terug bij het busken. Vamos. Vamos. Ons eerste stopje. Castel Folliet de la Rocca. Ja, we stoppen hier even aan de weg voor een bakje koffie. Want in het dorp zelf kon je niet op het uitzichtpuntje komen. Ik zie daar wel mensen. Kijk, ik ga inzoomen. Daar staan wel mensen. Maar met de auto kon je daar niet komen. Dus we moeten eens even kijken. We pakken eerst even een bakje koffie, draaien dan om. En gaan we kijken wat daar is. We hebben een plekje gevonden in dit heel smalle straatje. Dan lopen we even terug de heuvel af richting dat brugje en die prachtige kerk. Dit is dus het kasteel. Ja. Hoe oud zou dat... Ja, het staat middeleeuws. Middeleeuws. We zitten dus op een route in de buurt van de San Juan Les Fonts, als ik het goed uitspreek. Hier heb je allerlei routes. En een van is de middeleeuwse route. En we staan nu bij het middeleeuwse kasteel. Het is een beetje een mysterie. Hoe oud het is. Maar het ziet er wel heel oud uit. Heerlijk met dat geluid van het klaterende water. Even een stopje naast de N260. Hier mogen we niet in. Dus dan met de auto niet. Hier stroomt het riviertje al de hele tijd langs deze N260. Dat geeft echt een prachtig uitzicht. Kijk maar. Supermooi. Daar gaat een trapje omhoog. Daar ga ik eventjes kijken. Ik vind het heel vreemd. Beeld nu, maar dit is ook afgesloten met elektriciteitsdraad. Heel apart. Nou, kijk eens hoe mooi wij staan daar, mensen. Zien jullie het busje? Daar. Aan de 260. Waar wij eventjes een verlaat ontbijtje gaan nemen. Nog even voordat ik terug ga naar de bus, kijk nou toch zo. Een plataan. Helemaal vol. En er zit daar bovenin. Heeft een of ander beestje een nest gebouwd.
Wat is de natuur toch gaaf, hè? Ja, met de camper kun je hier makkelijk komen. De N62 op dit gedeelte. Door dit prachtige gebied. Tjongejonge. Ik wandel dus gewoon even op straat, hè? Paard. Tegenover 34 geef ik dat wel door. Nou mensen, onderweg in de Spaanse Pyreneeën vinden wij een camping. Het is aan de andere kant van het hek wel leesbaar hoor, camping Maspic. En Maspic is Frans. We zijn een paar honderd meter de Franse grens overgegaan. En nu staan we op een... Ja, het is een camping. Klein. Vol met caravans. Wij zijn het enige campertje. En ja, wat moet ik hiervan zeggen? Huisjes, caravans, tentjes. Ja, de woorden camping oranje komen dan wel in mijn hoofd. Niks verkeerds bedoeld, maar... Nou, we gaan het zien. Brigitte staat op het punt van inchecken. Hier is de receptie. Blijkbaar best goedkoop. 18 euro, meen ik, zonder elektriciteit. Het is een bijzonder plekje op deze schone wereld. Ja, wij dachten leuk. Ja, het is ook, het is prima. Net ja. Voor nacht. Ja, precies. Oh, je kunt... Je kunt inchecken. Oké. Okay. Ja. Nou, wij gaan een dorpje verkennen. We gaan even eten. Daarachter, aan het einde van deze straat, is de camping. Ik rijd gewoon op. Ja, je rijdt er gewoon op. En je rijdt dus door deze woonwijk. Ja. Best een leuk huis, hè? Rij je de camping op. Ja. Het is makkelijk te bereiken met een campertje. De camping doet een beetje aan als zo'n moezelcamping. Weet je wel, zo... Ja, plumaneer camping. Plumaneer plekjes, ja. Ja. Ja, ik zei ook al camping oranje, maar... Ja, we staan. We staan. Zo camping oranje. Ja, ik vond het een beetje met die geschilderde caravans en zo. Dan heb ik zoiets, oké. Okay. Maar goed, dat zou maar betekenen dat ik een mening erover heb. En dat heb ik niet. Joh, jij geen mening. Hoe heet dat dorpje waar we naar naartoe gaan? Ja, die. Zet ik er, dat staat ja. Hier. Daar gaan we kijken of we even wat kunnen lunchen. Ja, en hopelijk... Volgens mij zijn we ook weer gewoon niet voorbereid op deze vakantie. Maar het was ook zo ad hoc. We hadden het wel een beetje bedacht, maar er kwam van alles tussen. En weet je, en we weten ook dat we dan... maar heb je dat gezien, dat gezien. We hebben maar een aantal dagen, dus we doen maar gezellig wat. We doen maar wat. En we nemen jullie mee. En we hopen dat we dit weer, ik ga hem even omdraaien. Ja. Dat we dat weer niet op onze nek gaan krijgen. Want er wordt wel code oranje... voor onweersbuien gegeven. En als je daar aan de verte ziet bij die bergen, kun je tussen die huizen doorkijken. Daar is het al best wel donker. Dus, op naar het dorp. Kijk, dan heb je hier het park van de Catalaanse Pyreneeën. Met de grensrivier. Want hier loop je dus zo Spanje weer in. Hola! Hola! Au revoir! Au revoir! Zo, en dan een half uur lopen vanaf de camping. Staan we in het centrum van Puigcerda, heet het dorpje. Puigcerda. Je moet een beetje conditie hebben om hierboven te komen. Het was best klimmen. Goed idee. Dat was een goed idee, hè? Ja, twee woorden schieten dan in mijn hoofd. Elektrische en fiets. Dus
Maar goed, een beetje wandelen gaat de mensen niet dood van. Dus wij gaan eens even kijken of, hier wat restaurantjes te vinden zijn. Kijk, mooie oude kleine straatjes. En ook mooie oude panden. Dat is wel leuk om te zien. En zoals overal in dit deel van de wereld, als een straatje 2 meter of breder is, dan rijden ze daar met de auto's. Geweldig. Op zoek naar een marktplaatsje. Nou, dit is dan Puigcerdà. Met het stadhuis. Sorry voor de wind, mensen, we zitten hoog. Dit is het stadhuis. En op dit punt gaat de lift naar de benedenstad. Met eigenlijk best wel een prachtig uitzicht over de Pyreneeën. Schitterend. Sorry voor de wind, mensen. Dus, als we er wat aan kunnen doen, dan doen we dat. Ja, en wat eet je dan als je midden in de Pyreneeën zit? Mosselen, asperges en frituurs. Eet smakelijk. Ja. Kijk eens, wat is die lekker aan het smikkelen. Hoe zijn ze? Super, echt super. Het is een speciaal receptje, hè? Catalaanse mosselen. Ja. Met ui, paprika, zoutig, maar ook een zoetje. Er zitten echt van die peperbolletjes in, korreltjes, peperkorreltjes, zo heet die dingen. Erg lekker. Ga eens even op zoek of ik daar een receptje van kan vinden. Nou, het slagveld is compleet en ik heb gewonnen. Dit waren echt wel heel erg lekkere mosseltjes, hoor. Maar ik heb het recept niet kunnen vinden. Niks met peperkorrels. Nou ja. Met knoflook, met knoflooksaus, met, wat hadden we nu, met kava. Maar lekker, hoor. Zonder peperkorrels. Dus als iemand dit recept kent met peperkorrels, paprika... Ja. Kijk, het sausje ziet er zo uit. Je ziet nog steeds de peperkorrels. Die ligt gebonden. Maar even, wat had jij en hoe vond je het? Ik had asperges en patatas brava, maar dan een halve portie. Lekker gegrilde asperges, maar ze waren net kantje boord. Weet je wel, ze waren net zo, het is net niet meer het seizoen. Dus ze waren een beetje, dat dacht ik, net. Maar ze waren niet gemarineerd à la Brigitte natuurlijk, hè? Nee, dat klopt. Maar wel heel erg. Helemaal goed. Ja. Ik zeg, het is nu alweer een geslaagde dag. Proost. En perfecte lunch lopen wij terug naar de camping. Met gerommel achter ons. Terwijl het er voor ons ook niet al te mooi uitziet. Zijn ze even laten zien hierboven. Het ziet er engetjes uit, of niet dan? Wordt wat. Daar wordt wat. Ja, het is terwijl ik hier de trapjes afloop. Ja, het centrumpje is best leuk. Ik weet niet precies waarom mensen hier naartoe gaan. Maar het is druk. Druk met toeristen. Ook weer weinig Nederlanders. Heel weinig Nederlanders, ja. En wij vluchten nu. Want je voelt de luchtdruk omhoog gaan. En je hoort de donder op de achtergrond. En... wij dalen af vanuit het centrum richting de camperplaats. Maar dan moeten we nog wel even een landsgrens over. Ja. Want we moeten naar Frankrijk, hè? We moeten naar Frankrijk. Ja, ja. Deze kant. Anders. Goedemorgen. Ja, na onweer komt zand aan de slippers. Maar ook zonneschijn. Maar ook weer zonneschijn. We hebben de boel weer ingepakt. Er hangt nog wat te drogen. Checkity, checkity, check. En we gaan. Ja. Dit was voor de nacht oké. Okay. Ja. Maar om nou te zeggen, mensen gaan hier naartoe, want het is hier fantastisch. Misschien om te fietsen. Ik zag hier de fietspad langs lopen. Ja. Dan misschien wel. Maar verder zijn heel veel vaste plekken. En... de wc's en de douche waren oké. Maar ze roken, mag ik dat zeggen, Frans Iffy. Dat mag jij zeggen, ja. Ja, Frans Iffy.
Het was inderdaad oké. Ja. Het is niet een camping waar ik vrijwillig een paar dagen zou blijven. Nee. Maar, pees binnen. Oh, pees binnen. Die moet er natuurlijk wel uit. En, daar gaan we. Dag Frankrijk. Hallo Spanje. Nou, we zijn weer onderweg. Ik was net even boodschappen doen bij de Carrefour. Ruud blijft dan bij het busken. En met de walkie-talkies gaan we dat dan doen. Maar het was zo druk. Dus ik heb dat kopje koffie wel verdiend. En Ruud die werd al druk en kriegelig op de parkeerplaats. Alleen daar, joh. Ja. Oh, wat een hoop mensen, ja. Hè? Ja. En allemaal, een auto reed gewoon tegen een andere auto aan en rijdt vervolgens weg. Ja. Dus ook zal even in beeld komen. Dus. Ja, ik zie die wolken daar. Ik denk, oké, die wolken daar. Ja. En dan gaan we weer omhoog. Mooi. Het is overal, overal is het mooi. We zijn nu door een canyonlandschap. Ja, canyonlandschap. En ik film nu met Ruud's telefoon, want mijn telefoon, ik krijg hem ook niet goed. En als ik dan film terug, nou, ingewikkeld, dan staat hier spiegelbeeld. En dan denk ik, jullie zijn ze nou in Engeland of hoe zit het? We gaan weer verder. Richting La Seu-d'Urgell. Als ik het zo goed uit. Sissi. Dat is inderdaad wel, mensen, als je hier rondrijdt. Ik weet niet welke taal je moet spreken hier. Het is natuurlijk nog Catalaans, maar het is ook half Spaans en half Frans. Dus wij krijgen binnenkort allemaal een spalkje op onze tong, want wij hebben echt geen idee meer waar we mee bezig zijn. We brabbelen gewoon maar wat mee. Maar nou, wat een mooi landschap. Ja, het is heel mooi. Ik zal de camera nog even omdraaien, moet ik even mijn kopje koffie weg doen. Ja. Monumentos. Het is weer zo'n gevalletje wereld, mensen.